op bezoek bij de koploper en gewoon degelijk tegenpartij gegeven. Ja, ik had al gezegd, vorig 9 maanden geleden wonnen wij hier met 0-2. Tegen een goed Katwijk ook. Maar we hebben onvoldoende gebracht om ze aan het wankelen te krijgen. En dan moet je hopen dat we hebben best een paar gevaarlijke voorzetten. Dat die misschien net even erin, maar ze hadden misschien ook al eerder de 3-1 kunnen maken. Dus, aan de andere kant, bij de 1-0 voorsprong voor jullie, help Barendrecht Katwijk gewoon terug in de wedstrijd. Dan leven zo de bal in. Ja, nou ja, goed. Dat kan gebeuren. Mark die redt ons 20 keer. Ja, en er zit ook eens een fout tussen. Ja, een vervelend moment, zeker omdat je dan net voor staat. En dat geeft vertrouwen en dat geeft energie. Nou ja, dan wordt het 1-1. Dat is altijd een domper. Hè, en dan brengt een negatieve emotie mee. Ik moet zeggen dat we tot in die tijd wel vooral hard gewerkt hebben. En geprobeerd de tegenstander te beletten van scoren. Maar we zelf niet zo heel veel gecreëerd hebben. In de tweede helft ging dat veel beter. Kwaliteitsverschil? Ja, dat zal zeker met kwaliteit te maken hebben. Maar hij haalt er 4 jongens uit die vorige keer wel speelden. Maar dan heeft hij nog genoeg zitten. Maar dat maakt niet uit. Wij kunnen daar prima tegenstand bieden. Dat was ook jouw eerste vraag. En met een beetje iets meer vernuft en een betere keus kunnen we ook gewoon hier gelijk spelen. Maar bovenal is gewoon een verdiende overwinning van Katwijk. Laat dat geen discussie over zijn. Maar als ik zie hoe wij de goals weggeven en dan zeker de 2-1 ook weer net na de rust. Heb je alles neergezet, iedereen is vol energie. En dan weer uit een ingooi krijgen we een goal tegen. Ja, dan is het een beetje vechten tegen de bierkaai. Ja, en toch, het bleef 2-1. Op een gegeven moment zet hij heel veel mensen voorop. Als hij een keer goed valt, schiet je hem er gewoon nog in. Nou ja, maar dat is het verhaal. Die bal die viel dus niet. We zijn het laatste kwartier van tijd zijn we achterin met 2 man gaan spelen tegen hun 2 spitsen. De backs doorgeschoven op Van Noord en op Van Weerdenburg. Hebben gewoon alles op een vorm van 1-op-1 gezet met mensen ertussen. Nou ja, dan maak je het zo ook heel moeilijk. Ja, dan moet je hopen dat die keer goed valt. Nou, dan doen we 5 minuten blessuretijd. Maar daar vindt meneer Serek die gewoon een prima wedstrijd fluit. Om dan precies even de locatie van de bal nog te gaan bepalen. Ja, dat zijn allemaal net dingetjes dat ik denk van verdorie, laat nou gewoon die wedstrijd even lopen. Terwijl ik ook eerlijk moet zeggen hoor, Dick en ik keek eraan. 5 minuten vond ik ook erg lang voor blessuretijd. Als je achterstaat is die erg toch? Nee, daarom ik was blij met die 5 minuten. Ik zei ook tegen hem, ik zei ja misschien voor het aantal gele kaarten. Dus maar bovenal, gewoon teleurgesteld alweer, niet even een punt pakte. Dat had ons alweer een boost gegeven. En zeker omdat het tegen Katwijk is. En als ik alles bij elkaar leg, ja. Hebben wij net even een klein momentje geluk nodig dat een balletje goed valt. Maar als ik zie verder hoe Katwijk het gedaan heeft. Hadden ze misschien met de rust ook al voor kunnen staan. En had het een moeilijke verhaal geworden. Heb je vandaag verloren van de Aanstadkampioen? Nou, dat vind ik te kort door de bocht. Het is, wat is vandaag, 21 oktober. Als ik zie hoe wij spelen en hoe we soms kunnen spelen, wat we kunnen doen. Dat vind ik te makkelijk. Ook al hebben ze dan nu 24 punten. Ik bedoel, nee, dat kan je niet zeggen. Dan moet je echt elke wedstrijd sprankelend spelen. En hele ruime uitslagen dat de tegenstander niks kan. Dat is ook het geval niet. Maar ze brengen hem wel steeds over de streep. En dat doen ze hartstikke goed. Dus ze staan meer dan verdiend bovenaan.